De filosoof René Descartes meende dat mensen uit een lichaam en een geest bestonden. Beide zouden substanties zijn die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan. De eigenschappen van deze substanties waren echter zo verschillend dat het onbegrijpelijk was hoe deze met elkaar zouden kunnen interacteren. Dit interactieprobleem is volgens velen fataal voor het dualisme en we hebben dan ook een andere theorie nodig om uit te leggen hoe lichaam en geest zich tot elkaar verhouden. Eén manier om aan het interactieprobleem te ontkomen is door te beweren dat er niet twee, maar slechts één substantie is. Je kan dan menen dat dat de fysische substantie is, wat vanuit ons moderne perspectief het meest aannemelijk lijkt te zijn. De geest bestaat dan misschien wel, maar is voor haar bestaan afhankelijk van de fysische wereld. In de 18e eeuw opteerde de Ierse filosoof George Berkeley echter voor de geest. Deze positie heet het idealisme en maakt de materiële wereld afhankelijk van de geestelijke wereld. Berkeley's idealisme valt samen te vatten in zijn slogan: zijn is waargenomen worden. Fysische objecten bestaan alleen maar doordat ze worden waargenomen. Dat klinkt heel vreemd, maar Berkeley had wel degelijk een argument voor zijn positie. Om te bekijken waarom en hoe Berkeley zijn idealisme verdedigde, moeten we eerst naar een andere Brit kijken, de Engelsman John Locke. In zijn boek An Essay Concerning Human Understanding maakte deze filosoof een verschil tussen primaire en secundaire eigenschappen, of kwaliteiten, net als voor hem Galilei, Descartes en Boyle het gedaan hadden. Primaire eigenschap is een eigenschap die een ding echt heeft, onafhankelijk van een waarnemer. Zo heeft een emmer water bijvoorbeeld de temperatuur, zeg 20 graden, of we die temperatuur nu waarnemen of niet. Een secundaire eigenschap is een eigenschap die een object heeft omdat het waargenomen wordt. Als je midden in de winter met blote handen sneeuwballen hebt gegooid, dan voelt water van 18 graden Celsius warm aan. Maar als je in de zomer hebt liggen zonnebaden, dan voelt water van 18 graden Celsius koud aan. Of het water dus koud of warm is, is dus geen eigenschap van het water zelf, maar is afhankelijk van de manier waarop de temperatuur door een waarnemer ervaren wordt. Berkeley was het met Locke eens dat of iets warm of koud is, afhankelijk is van de waarnemer. Maar Berkeley ging nog een stap verder. Ook de eigenschappen die Locke als primaire eigenschappen beschouwde, zoals grootte, waren volgens hem secundaire kwaliteiten. Als je een insect bent, dan is een dobbelsteen wellicht heel groot. Voor ons mensen is een dobbelsteen heel klein. Of een object groot of klein is, is dus afhankelijk van de waarnemer en daarmee moeten we volgens Berkeley concluderen dat grootte ook een secundaire eigenschap is. Dit geldt voor alle eigenschappen waarvan Locke meende dat het primaire eigenschappen zijn. Alle eigenschappen van objecten zijn afhankelijk van een waarnemer. Zonder een waarnemer is het water niet warm of koud en is een dobbelsteen niet groot of klein. Berkeley's idealisme is echter onhoudbaar. Twee belangrijke kritiekpunten laten dit zien. Het belangrijkste kritiekpunt is dat hij niet goed redeneert. Dat een kiezelsteen groot is voor een insect en klein voor een mens, maakt de afmetingen nog niet afhankelijk van een waarnemer. Een dobbelsteen die een hoogte, lengte en breedte heeft van 1 centimeter, is groot voor een insect en klein voor een mens, maar dat deze dobbelsteen 1 kubieke centimeter is, is onafhankelijk van welke waarnemer dan ook. Een tweede kritiekpunt op Berkeley is dat zijn visie op de relatie tussen de geestelijke en de fysische wereld tot een absurde conclusie leidt. Als zijn waargenomen worden is, dan bestaat dus een taart bij de gratie dat deze door iemand waargenomen wordt. Maar wat gebeurt er met de taart als er niemand naar kijkt? Houdt de taart dan op met bestaan? Nee, de praktijk leert dat als je even niet naar een object kijkt, dat het dan niet verdwijnt. Als Berkeley gelijk heeft, dan houdt dat in dat er een geestelijke entiteit moet bestaan die de taart waarnam terwijl niemand anders keek. Dat geldt voor alle objecten in de wereld die even niet door mensen worden waargenomen. Die geestelijke entiteit is volgens Berkeley God. God ziet alles. Berkeley meent dus dat dit bewijst dat God moet bestaan. Voor veel filosofen is deze conclusie zo absurd dat het uitgangspunt, Berkeley's idealisme, wel onjuist moet zijn. Doordat Berkeley met deze twee problemen zit, is zijn positie in het lichaam-geestdebat onhoudbaar. Na het substantiedualisme valt nu dus ook het idealisme af als serieuze visie op de relatie tussen lichaam en geest. We moeten op zoek naar een andere positie die wel inzicht oplevert in de lichaam-geestrelatie.